Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb knijters veel zin in wat er nu gaat gebeuren. Want er is hier iemand in de tuin en die heeft zijn spulletjes neergezet. En dat is niet zomaar iets dames en heren. We hebben hier een man die super nice gekleed is met een vogelverpakking. Of nou ja, gewoon goede gear. Vogelverpakking, wel een mooie naam eigenlijk. En ja, ik denk dat hier dan de vogel op kan staan, toch? Of niet? Ja, staan, zitten. En hij kan vliegen. Dus hij gaat waarschijnlijk boom in. Ja. Dus of daarheen, of daarheen, of daar. Oké. Hij vliegt weg. Geen idee. Je kan die ook wegvliegen? Ja, kan. Ja. Maar ik dacht dat je hem zo goed had getraind dat hij altijd terugkwam. Ja, dat kan wel. Je hond kan ook wegrennen, je vriendin kan weglopen. Je weet het niet. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Oké, voor mijn kijkers, wie ben jij, wat doe je en wat gaat gebeuren? Ja, ik ben Hielko. Ik ben valknier, roofvogeltrainer en allemaal andere gekke dieren. Er komt zo meteen iemand, een jongen, die heeft epilepsie. Die heeft wat moeilijkheden. En wij gaan hem de tofste dag geven die er bestaat. Dus let's go. Allemaal vet shit, ja. Let's go! Daar gaan we voor. En dan is het natuurlijk mooi dat ik dit ook mag meemaken. Want uiteindelijk is het mijn bedoeling om de jongen die hier straks komt, om gewoon blij te maken en te laten zien waar ik woon, wat ik doe. Dat hij even in de vlog kan. Dat hij even een momentje heeft van geluk en even alles kan vergeten. En daar gaan we voor zorgen. En dan heb ik gewoon geluk dat ik het ook mag meemaken. Het lijkt wel een kluis of zo, dat. Ja, ik heb... Het is helemaal niet zwaar, het is allemaal kunststof. Het is donker, er zit een luchtgat in. Die gaan ze eigenlijk alleen maar in op vervoer. En ze, een kwartiertje hier vandaan hebben ze grote verrières. Ja. Doe ik ze er even in, vliegen ze vanzelf in. En ook vanzelf weer uit, dus als dit open gaat dan... Gaat hij meteen vliegen dan? Waarschijnlijk wel. Ja. Oei, moet ik afstand nemen of? Ja, dat is gewoon een beetje doen. En je doet het al 17 jaar, hè? Ja, 17 jaar. Ja. Oké, let's go. We hebben een experience, een ervaren iemand hier. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zo, kijk dan. Wat? Dit is zo indrukwekkend, hè? Ik heb er twee. Dit is dan de kleinste. Dit is Kop. Dit is Kop. Dit is Kop. Scott! Zo! Oh, weg! Hop, ja! Nu al! Ja, dat is een lekker plekje hoor! Hij is getraind, dus roepen is komen. En dan is hij getraind om niet op hoofden te gaan zitten. Oké. Okay. En om niet zomaar achter een hond aan te gaan. En als ik dan dit doe, dan gaat hij naar wat hij het mooiste vindt, een boom zoeken. Zo! Kijk dan, daar zit hij hoor! En dan draait hij om. Oh, nog over. Oh, wat gaat hij nu doen dan? Ik ga een duikplukje van maken. Nu houdt hij het eten. Acht geleden, het plankenkoord. Het plankenkoord. Ja, ik ben aan. Oh, joh. Wow, gek. Wow, dat was wel dik, hè? Hij is best ervaren. Hij doet het al 5 jaar nu. Zo, en hoe oud is Scott? Hij is nu 6. 6 jaar. Ja. En hij doet al 5, joh. Dus vanaf 1 jaar is het al getraind. Vanaf 1 jaar is hij begonnen. Oké, en wat is dat voor een mooie koffer? Daar heb je altijd eten in zitten. Hier zit er eten in. Ja, hier zit al het vlees in. Nice. Het zit dan rechts, dus je hebt links altijd je vogel. En dan heb je rechts, kan je dan je vlees pakken. Ja. En voor de rest, kan je gewoon een lekker ding doen. En als je dus niet die handschoen aan hebt, want je hebt een mooie handschoen hier aan. Als je deze niet aan hebt en hij komt op je klauwen, dan heb je ze open. Ja, dan heb je wel een paar gaatjes. Maar kijk, als ik dit doe... Oh. Dan... Hij komt ook niet. Nee. Kijk, dan gaat hij weer op de studio zitten. Kijk, het kan natuurlijk zomaar zijn dat iemand denkt... Ik ga even leuk doen. Vogel! En dan komt hij en dan is het allemaal schreeuwen, huilen. En dan moet ik het weer goed gaan praten. Ik heb helemaal geen zin in. Ja, ojojojojojo. Dus ja. Zo, maar dit is wel een mooie tuin om die vogels even los te laten dan. Fantastisch, ja, dat is super. Wow, nice hoor. Ja, heel vet. Wow, ik vind het echt cool. Ik ben echt super hyped. Leuk, maar wel. Ik ben echt benieuwd, want volgens mij... Dit is nog groter. Ja, het lijkt net alsof daar gewoon een monster in zit of zo. Dat je echt denkt van, dit was leuk, deze kist. Maar dit is een monster die erin zit. Ja, Scott is een mannetje, dus die is wel wat, hij is wat wendbaarder. Oké, en wat een vrouwtje is wat lomper of zo, of hoe bedoel je groter. Dat? Groter. Ja. Oh, hij wil niet meer, hij is kapot. Ja, hij is een beetje vochtig. Zo, kijk dan. Wow, hij is wel mooi, maar hij kan niet aaien dus nu. Nee, roofvogel moet niet willen aaien. Oké. Okay. Nou regent het, nou loopt het water van zijn rug af. Ja. Als je hem superveel aait, dan schuur je die soort van wakslaag eraf. Oké. Okay, als het dan regent, wordt hij ziek. Allemaal drama. Dus we aaien eigenlijk nooit. Doen wel een beetje kijken van, gaat goed met je poot? Hier heeft hij een teen verloren. Oh. Toen heeft hij een keer een ruzie gehad met een rat. Oh, met een rat? Ja, de rat heeft niet gewonnen, maar hij heeft wel een puntje gescoord. Wat? Inderdaad, ja. Dat dus kan je zien, Die is weg. Daar hoort natuurlijk deze te zitten. Wat? Kijk dan. Ja, hij is... Dus dat is niet zo...
een paar weken terug. Wat maakt hij voor geluid? Ik vind hij spannend. Laat hij een beetje zien van... Een beetje spannend dit. Ja. Ja, hij is wel heel veel gewend, maar het is natuurlijk gewoon een wild dier. Ja. Dus hij heeft thuis gewoon een grote foyer en hij doet zijn ding. Nou, weet je wat ik heel erg heb gemerkt? Want toen ik dichterbij kwam met mijn camera, toen maakte hij een beetje dat geluid. Ik heb gemerkt dat bij alle dieren die ik tot nu toe heb gefilmd met deze camera, dat altijd dieren gewoon twee kanten kiezen. Of ze worden bang, ja, of ze vinden het interessant. Ja, alle honden en katten, die gaan zo snuffen van dichtbij in de camera. Ja, ja, en deze vogel vindt het blijkbaar spannend. Ja, nou ja, honden, katten natuurlijk gedomesticeerd. Hè? Die zijn helemaal tot de mens gefokt die zijn ons. Ja. En dit is natuurlijk, het is een wild dier. Hij is ook niet tam, hij is zeeg. Dus hij teert, zeeg noemen we dat. Ja, okay. Dat is een vakterm. Okay. Een soort van, hij is getraind, ik hou hem een beetje in de gaten. Hij is getraind, hij weet wat hij moet doen, hij doet het en hij doet het goed. Maar dan ligt hij samen met je op de bank, dat doen ze. Ja, want stel voor, er zijn wel eens van die berichten geweest dat mensen worden aangevallen tijdens het wandelen in het bos of zo. Ja, ja, ja. Maar dat zijn door zulke soort vogels? Ja, dit is Zuid-Amerikaans, dus deze kom je hier als het goed is niet tegen. Ja, nu even, maar ja. Gaat hier mee. Oké, okay. Een Zuid-Amerikaanse woestijnbuizer. Juist, ja, heel goed. Hè. Boom, let's go! Ik denk sowieso, mijn opa gaat dit fantastisch vinden. En natuurlijk alle andere vogelliefhebbers. En ik denk ook mensen die misschien niks met vogels hebben, dat je nu ziet hoe mooi en hoe interessant het is. Want het zijn gewoon echt fantastische dieren, zeg. Ik vind het echt wel heel cool. Dus 17 jaar doe je dit. Hoe rol je daarin? Ik ben begonnen op een vogelopvang. Oké. Okay. Dan was het natuurlijk musje, hegemusje en een mereltje en een meeuw. Ja. En dan komt er een keer die roofvogel langs. En ben je verkocht. Ja, man. En dan denk je, dat is kick, hè. Ben je ooit geattacked? Een soort van Pokémon dat die vogel dacht, speed attack en dan... Ik die bal gooien, dat werkte niet. die pokebal. Het gaat wel eens mis. Zeker als je zoveel hebt getraind. Kijk, dit neem ik mee, want ik weet dat dit super acceptabel is. Met een dude, met een camera, met een jongen die misschien het heel spannend gaat vinden, die straks komt. Ja. Nog meer camera's, dus dan is dit heel chill. Ja. Maar als je arend of zo, dan raakt het dan wel. Dit zat hier vroeger niet. Meen je? Ja. Dit wat je hier op je gezicht hebt? Dit lag toen hier. Serieus? En dat was, ik was ziek. En het lukte niet met een vogel, met vrijwilligers. Dus ik kwam helpen. En ik sta zo en hij doet het. Pauw! En ik denk, het wordt nat hier. Ik zou het allemaal niet tot in details, maar... Ja, dat kan. Mijn muts was weg. Ik heb hem nog even teruggevonden. En dit lag hier. En die vogel dan? Ja, die vloog verder. Oh, echt? Dus ik deed zo mijn hand erop en ik kijk mijn vrijwilliger aan. Ik zeg, ik ben te ziek. Ik ga naar binnen. Wat? Toen, ziekenhuis en zo. Maar wow, dat, bizar. Ja, wel meer dingetjes, maar gebeurt hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja, het is ook een dier. Het blijft een wild dier eigenlijk. Ik kan het beste zeggen als trainer dat het je eigen schuld was. Okay. Ik had niet ziek op dat veld moeten staan. Okay. Hij zag die zwakte, ja. Oh, bizar hoor. Deze kan je ziek op de grond gaan liggen en gaat hij, zoals nu, gaat hij zijn poot omhoog. Ja, hij heeft een lekker plekje daar, zeg. Ja man, dan gaat hij chillen en dan zal. Staan ze voor de deur? Ja. Nou, dan ga jij je vogel weer binnenhalen, denk ik. Ja, ga het eens proberen, hè. Oh, kijk nou, het lukt. Wat? Hoppakee. Kijk eens even. Nou, die gaat dan weer heel even in het hockey. Zo, bijzonder hoor. Zo, dan ben ik wel echt heel benieuwd. En hopelijk jullie ook, dames en heren, naar diegene die eronder zit. Hey! Hallo, hallo, hallo! Goedemorgen! Bas, hoe is het? Goed, nice, ik ben Enzo, maar dat weet je al, denk ik. Ja. Hi, Enzo. Flores. Goeiedag. Hi, Enzo. Hallo. Alles oké? Ja, man. Ja, lekker. Nice. Kijk eens even. Zijn ze hoor. Ja. Welkom bij mij thuis. Herken je het een beetje van de vlogs? Ja. Nice, dat is mooi. Hij wist toch al. Hij heeft ons hierheen geleid eigenlijk. Oh, meen je? Ja, hij zei, hier, dit. Jij was de navigatie gewoon. Ja, precies. Ja, we wilden eigenlijk gewoon heel spontaan bij jou langs gaan, maar toen zag je dus al dat het hek open stond en jij hebt nooit het hek open staan. Nee, dus dat vond hij al verdacht, dus toen zei hij, ben niet gek. Top. Ja, zijn we dan? Ja. Lekker man. Sick. Mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom verder. Oh, kom verder. Nee, joh. Jij bent wel de eerste die dat doet, hè? Veel te hard. Dan gaat hij een beetje kijken. Ja, hij ziet die... Je bent goed gekeurd, Willem. Zo. Als hij nou denkt, dit vind ik spannend, dan is hij op meteen... Ja? Ben je klaar voor de grote Dylan, nog niet? Ja. Heb je die klauw ook gezien? Oh, daar zit hij. Kijk, hij gaat kleur, hè? Zo! Oh, joh. Niet normaal. Voel je die klauwen door die handschoen heen?
Of valt het mee? Oh, daar zit wel echt groot, hè? Ja, ook veel groter dan roofvogels van dezelfde soort, hè? Ze pakken ook echt grote, veel grotere prooien. Ze zijn ook best zwaar, zijn ze. Ja? Ja. Vet. Ja, hij is 800 gram. Maar wat? Het gek is, ik heb echt bodybuilders gehad. Die soort van die opgeblazen ballonnen. Niek moet nog komen, hoor. Aan, die staan in de kast. En die kwamen dan aan en zeiden, ah, dat doe ik wel even, want die vogel weegt maar een kilo. En dan naar... Zo praten ze ook. Wow, die zat echt in. Het is heel snel. Zo dichtbij. Ja. Eigenlijk doe je het hartstikke goed. Hij is wel een beetje een bochel of zo, hij staat een beetje zo. Ja, in de avond gamet hij. Ja, hele aandacht voor Fortnite. Een slechte grap. Zo, en dan pakt hij je. Dit is geweldig. Maar zijn dit nou jouw huisdieren of hoe moet ik dit zien? Nee, het is... Nee, ik huur een groot stuk land en daar heb ik grote foyers op neergezet. En daar zitten ze. Dus ze zitten in die foyer en dan elke dag dan rijd ik daarheen. En dan gaan ze los, doe ik deurtje open, dan kunnen ze even een ding doen. Zo, daar komt hij. Denk jij dat fluitje, Dylan? Nee. Ah. Hey, hoe voelt dit? Hij kijkt je ook echt aan, wat gebeurt hier? Pak die zo de chihuahua van de buren. Luister maar, hallo. Ja, pak die zo de chihuahua van de buren, zegt Dylan. Weet ik niet. Ja, die buren die hebben wel een klein hondje. Zo. Wat nou als er twee gelijk komen dan? Oh, er zit een randje iets meer op de handschoen dan de ander. Maar ze komen bijna nooit tegelijk, hoor. Zo, kijk hem, joh. Ja, en dat stoeltje lag ik een maand geleden nog lekker te zonnen. Ja. Naakt. Nu gaat hij afscheiden. Ja. Kijk hem. Dit is wel een mooi plaatje, hoor. Jeetje. Ik heb de hele tijd het gevoel alsof Eno kwijt is. Nou, is ook zo, denk ik. Ja, daar in de boom zit. Oh, misschien gewoon in bio. En ze pakken veel grotere prooien dan andere roofvogels. Jij bent valkenier geworden, maar je had gewoon comedian moeten worden. Eigenlijk wel, dat is heerlijk. Ja, misschien is dit mijn kans. Vogels weg, handschoen uit. Nou, zeg eens even een goede one-liner over een vogel. Oh, dat is lastig. Het moet altijd een beetje spontaan komen. Ik heb wel altijd hele slechte grappen, maar... Oké, vertel. Het moet even zo komen. Dit is je moment. Twee camera's. Pak hem. Oh, dat is heel lastig. Is er überhaupt een goede grap met een vogel? Nou, als het zo doorgaat is mijn comedy wel een grap. Ja, ik denk dat het goed is mijn hou. Ik zie Dylan wel lachen, dus je doet wel iets goed. Ja, ik kan het ook wel een beetje. Zo, holy moly, die kwam bijna door die camera heen. Ja, daar ging ik ook voor. Zo. Oh, yo. Vette beest, hè? Oi. Ja, want zit je wel eens in de auto op de snelweg en dat je dan van die buizerd ziet aan de zijkant? Ziet ze soms wel eens op palen, zie je ze heel stil zitten. Ja, ja. En dan denk je altijd van, oh, die vogel is klein. Maar als hij dan zo zijn vleugels spreidt, dan denk ik toch wel eens het beste joekel. Ja, dat is het beste ding. Niet normaal. Kunnen we ook iets van een stukje kip of zo hier op de camera leggen? Ja, alles kan nu. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk vette shots hebben. Tuurlijk. Moet je iets van je gezicht dan? Ik blijf jij bij me staan, Dylan? Oh, joh. Maar maakt het geen krassen dan? Natuurlijk wel. Maar het is niet mijn camera. Nee, ja, ik heb wel eens iemand gehad, die had een zeejager. Die zei, ja, kan die op mijn Harley? Ik zei, ja, dat kan. Mijn Harley? Als die knijpt, dan is je Harley lek. Oh, hè? Wat? Daar is die. Ik heb hem weer. Geen zorgen. Dat heb jij nog nooit gemaakt, hè? Nee. Oh, nee. Ah, nou, die camera is spannend. Ja. Wat heb je? Oh, nee, is verkeerde merk. Verkeerde merk. Nou ja, weet je, in principe leer je ze om dat soort dingen niet te doen. Want kijk, jij vraagt erom en vindt het leuk. Maar als daar Jannie met de tablet zo staat en er zit Zune Zeearend en die knijpt de LCD even tot. Ja, snap ik. Ja. Heb je al wat uit te leggen. Hebben ze sterke knijpkracht met klauwen? Ja, het is 40 kilo per vierkante centimeter. 40 kilo per vierkante centimeter? 40 kilo zijn. Zo. Dan moet je een één hak daarop gaan staan, dan heb je 40 kilo. Wow. Dat kan deze vogel. Ja. Mag ik eens een keer een vogel op mijn hand hebben? Nee. Met een handschoen aan? Ja, natuurlijk. Hier, doe deze aan dan. Doe die. Top. Nee, dat is de... Pushy-handschoen. Ja. Okay. Die is alleen voor jou. Nou, gaan we. Daar gaan we. Ik blijf gewoon hier. Zo, kijk eens. Boy. Yo, gek. Meteen ook, hè. Instant. Ja, maatje. Wow. Staat je wel goed. Hoor. Ja, ik vind het ook wel vet. Ja. Nou, morgen weer. Misschien een keer een shirtless fotoshoot met een roofvogel en zo. Oh, ik heb een vleugel in mijn gezicht. Ja, nou, ik denk dat het wel een soort van macht uitstraalt. Als je zo poseert, zo helemaal naakt. Zo met alleen die handen. Op een paard.
En dat paard zat dan in de fik. Ja, nee? Te gek? Nee. Gast, jij bent een dierenliefhebber. Wat is dit? Zei ik fik? Ik bedoel, die staan dan helemaal in. Die zijn helemaal stijve... gelikt. Oh, ja, ja. Ja. Okay. Even kijken. Opgepoest. Ja. Ik kan hem ook gewoon omhoog staan. Ja, we hebben gewoon een comedian uitgenodigd. En dan is het idee dat als je dan voor je sprok gaat, dan zit je schouder er nog voor. Ah, oké. Okay. Dat is wel fijn, hè? Ja, dat is wel fijn. Nou, daar komt hij, dames en heren. Let op. Ja. Scott! Scotty! Oh. Kom, voor de tv, je moet even je best doen. Weet je wat ik best wel bijzonder vind, dames en heren? Ik heb echt heel veel mooie kleine vogeltjes die je ook misschien wel hoort in de tuin. En ik vind het zo bizar dat die kleine vogeltjes gewoon scheid hebben. Die blijven gewoon vliegen hier. Terwijl Beatrix en Scott hier gewoon met de spanbreedte van half meter of... Oh, shit! Oh, joh, gingen we er bijna aan. Zo, ik zag al heel laat aankomen. Schijnbeweging, zo. Ja, maar zij zijn gewoon niet die vogels gewend hier, denk ik. Nee. Jullie? Nee, die, wat Enzo zegt, al die kleine vogels die je hoort. Die zijn allemaal aan het piepen. En, ja, die geven allemaal alarm. Ja. Oh, hij zit daar in de boom. Daar komt hij, dames en heren. Ja. Ik hou gewoon mijn hand omhoog en blijf naar jullie kijken. Ja. Ja, Komt hij? Oh nee, er komt nog veel groters aan. Oh, jee, jee. Zo, non de ju. Veel tijd. Kijk dan eens even. Hij gaat ook, als hij het eten heeft, gaat hij weer weg. Hè? Ja, ja. Waarom blijf je even chillen dan? Ja, jouw geur. Voor de liefde en dat is veel stabieler. Dus wij staan natuurlijk een beetje... Ah, hij vindt het niet fijn dat je zo'n beetje schommelt. Het is zwieren, zwaaien. Ja. Het is wat, hè? Dik, ja. Moet jij niet even een keertje filmen? Ja, heb je de vlog gefilmd? Ja. Waar je altijd naar kijkt. Weet je wat er? En dan doe jij de handschoen aan en dan heb je zo'n vogel. Dylan heeft het mooie in shot staan. Hoe natter die wordt, hoe minder makkelijk dat vliegen wordt, zeg maar. Wat dan? Hij kan niet vliegen in de regen. Ja, hij kan wel vliegen in de regen, maar hij is... Kijk, als je nou een... stik hoor. Een kou of een kraai, die regenen minder snel nat. Die pakken minder vocht aan. Maar kijk hoe lang die bij hem blijft. Hij pakt meer vocht. Je ziet dat die vleugels... Dat is bizar, hè? En dan gaat hij een beetje hangen. Dankjewel, Dylan. Even een stukje vlog van Dylan, dames en heren. Dus even een duimpje omhoog voor Dylan, alsjeblieft. Check dit dan. Wow. Maar we kunnen meer. We kunnen meer, Dylan. Ja, want ze zijn meer. Wendbaar, hè? Kijk, dit is... Dat doen wij... Ja, een valk heeft bijvoorbeeld echt zo'n puntvleugel. En deze heeft meer draaier. Maar die kan die in en uit en in en uit en allemaal gekkigheid. Maar, dat doen ze als ze gaan jagen. Dan schieten ze tussen de bomen door en onderdoor en rechts. En dan pakken ze de prooi of iets mis. En dat kunnen we hier een beetje nadoen met jullie. Dus je hebt een kippenpak mee. En die mag Niek aan. Ja. Ga maar rennen. Succes. Ik vind het wel vet dat die vogel daar nu op blijft staan. Zie je dat? Die, ziet er wel echt vet uit, hoor. Heeft iemand een goedkoop jasje? Als jij nou mee gaat? Jij hebt niet zo'n kleine jas. Nee, dat klopt. En Dylan, wil jij ook proberen? Ja. Let's go, Dylan. Let's go, let's go, let's go. Wij zijn de geluksvogels. Ja, wij hebben snap je? Dat is een goede kom op. Wat gaan we doen? Zo! Zo, en dan bijna je pruik mee. Zo, maar echt. Oei, oei, oei. Zo, hier kijk dan, hij zit gewoon daar. Ik hoop dat hij nog niet in die bondkraag is gevlogen voor jou. Ja, maar echt. What? Laten we gewoon even simpel beginnen. Als jullie hier zo tegenover elkaar gaan staan. Ja. Zomaar zo. Ja. Vertrouw je dit? Ik ben blij dat zij het als eerste goed. Ja. En dan zet ik zo die vogel hier neer, want hij ziet mij niet. Kom. En dan ga ik hier. Dan beginnen we simpel. Het is een hele circus act dit. Oh. Kijk, hij is een beetje moeite. Wat gebeurt er nou? Ja, hij zit schuin boom. Ja, handig. Je moet even op tak gaan zitten. Die werkt niet. Oh, hij valt. Hij valt. Hij valt. Oeh. Het is een vogel, Niek. Oh, 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 hij valt, de vogel valt. Oh. Misschien had hij zijn vleugel gebroken. Wat was dit? Wat gingen we doen ook weer? Nou, ik denk dat jullie geslept worden door zijn vleugel als hij doorheen ringt. Ik echt een grap maken van de dingen. Ik vertrouw hem niet met de vogel daar. Zo, ja. Oh. Maar toen hij van die tak afsprong, brak die tak gewoon af. Ja, zag je het? Ja. Zoveel kracht zette hij met zijn... Echt bizarre beesten. Dat is bijna een kilootje ook. En doet hij net hier, dat hij zo... En dan landt hij dus hier. Kijk, dit is Milan. Dus, ben je de broer of broertje? Broertje van Dylan. Maar, baas, goed gedaan. Kijk dan. Niet normaal. We blijven wel lang zitten, hè?
Ongelooflijk. Hij wordt steeds natter en zwaarder van de regen, dus hij wil eigenlijk helemaal niet meer vliegen. En op een gegeven moment gaat hij gewoon zitten. Wauw. Zo, mag ik hem nog zo overnemen, die handschoen van je? Tuurlijk. Daar gaat hij, dames en heren. Zo, wat een vlieg. Kijk dan. Wat een vlieg. Kijk dan. En dan vind je het spannend om te eten, zie je? Dan gaat hij eerst checken wat de camera is. Het is niet normaal. Kun je dat het oké is? Echt bizar. Kijk dan, dames en heren. Dat is toch niet normaal? Kijk hoe die in de camera kijkt ook. What? Echt bizar. Hij blijft lang zitten ook, hè? Ja, hij is te nat. Hij wil niet meer vliegen. Dit is echt niet normaal, dames en heren. Management. Ongelooflijk. Staat binnen. Ja, het is heel handig. Oh, rustig, rustig. Oh, joh. Nee. Kijk dan. Onwennig. Check dit. Nee, kom. Kijk wat ik om mijn hand heb, joh. Bizar. Hoi. Echt bizar, check dan. Oh, hij kijkt je ook recht aan, hè? Ja, niet normaal, hè? Kan je hem aaien? Nee, ik kan hem niet aaien, gek. Oh. Wil je even vogel aaien? Je bent in ieder geval niet bang. Nee. Kijk dan. Oh, dat is echt zet, ja. Echt bizar, hè? Je kan een leeuw kan niet normaal, joh. Deze bijt je vinger er niet af, maar... Oh, vet, hoor. Ja, echt bizar. Ja, hij keek me echt recht aan toen ik kwam aanlopen. Echt vet. Ja, vind die camera wel spannend. Ja, snap ik wel. Die herkent hij niet, hè? Echt bizar. Niet heel cool. Wat voor vogel is dit? Een woestijnbuizerd. Nice hoor. Ja, is echt niet normaal. Oh, ik zag hem ook vliegen. Ja. Echt vet. Is echt niet normaal, dames en heren, dit. Is echt bizar. Oké, dames en heren, perfecte moment. Want nu kan ik mijn handschoen uitdoen. Zo, kan ik de camera overnemen. En dan is mij weer even de Sjaak. Ja? Ja, tuurlijk. Mag dat trouwens? Ja, tuurlijk. Vet. Let's go, schatje. Let's go. Zo! Hey. Kijk eens even. Ik maak wel even een. Ja, dan kan mama even een foto maken van jullie samen, van jou en Myron. Ja, met die vogel. Kijk eens hoe sick. Ik durf niet dichter bij mijn gezicht aan hoor. Ja, super nice. Jij ook, Milan? Kijk dan. Schat, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Echt vet. Kijk dan. Ik vind die ogen zo mooi. Echt niet normaal. Maar het is wel zwaar. Als je dit 5 minuten vol moet houden, dan heb je wel je schouderspieren getraind. Echt, hè? Hoe zwaar is die? Dat is rond de 700-800 gram. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, want dat je armen zoals een hefboom. Hij is echt mooi, hè? Heel vet. Is echt niet normaal. Die veren ook. Ik vind het zo bizar als hij vliegt dat hij zoveel groter is dan hoe hij er nu uitziet. Nu ziet hij er best schattig uit. Hè? Klopt. Maar als dit op je af komt vliegen, dan schrik je wel. Ja, echt niet normaal. Super vet. Heel cool. Voor je match gewoon met mij. Ik ben helemaal bruin gekleed. Jij ook? Ja, inderdaad. Ja. Een beetje wit zo. En dan. Ja, mijn arm verzuurt wel echt. En doe je arm nu eens omhoog dan? Misschien vliegt hij dan weg naar die stok weer. Dat deed hij net bij mij wel. Maar snel omhoog of gewoon langzaam? Ik deed net langzaam. Wow! Nice! Ja, vet. Ik ga vragen of die ook een foto van mijn vogel wil maken. Nick, vogel! Oh, oh mijn god! Wat een zeldzame vogel, zeg. Ik heb hem! En anders blijft hij hier zitten. Jij bent ook een mooie. Dylan zegt, als ze nu niet komen, dan blijft hij maar mooi zitten in de tuin. Ja, hij probeert nu die vogels weer terug te halen. Maar omdat het best wel regent, en ook al een tijdje, zijn die vogels helemaal nat geworden. En hebben ze zoiets van, ik heb niet zoveel zin om uit die boom te komen. Ik blijf wel lekker zitten. Maar als het goed is, hij heeft wel heel veel lekkers in zijn hand nu. Dus dat is wel een beetje de jackpot voor die vogel. Dus die woestijnbuizer die gaat nu waarschijnlijk toch de sprongwagen, zoals je ziet. Kijk, en nu heeft hij hem. Zo, dames en heren. Ze zijn er allemaal weer vandoor. Dylan, zijn broertje, Milan, Niek, Floris, Hilco, de man van de vogels, moet ik zeggen. Beatrix en Scott, 6 en 14 jaar, woestijnbuizerd. Super vet. Ik vond het echt heel erg dik. Dus leuk dat iedereen hier langskwam. Vette opnames gemaakt, ook voor de tv-aflevering. En natuurlijk voor de vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dus sta ik dan in de regen en iedereen is weer weg. Maar het was wel heel erg leuk. Het was echt nice. Gisteravond was Myron weg. Dus toen had ik even de tijd om een bad voor haar klaar te zetten met allemaal kaarsjes. Dus dat viel super goed in de smaak. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En nu is Myron eventjes aan het lunchen met haar nichtje. Dus toen dacht ik, alweer een momentje dat Myron en ik even niet bij elkaar zijn. En dat ik achter haar rug stiekem eventjes wat kan regelen. Dat is deze keer een mooi bosje bloemen geworden. Daar had ze het al een tijdje over, dus ik dacht, nu is het moment. Dus ik heb een supermooi rond boeket samengesteld voor Myron met allemaal leuke kleurtjes. Zodat we met deze ietsjes donkerere dagen in ieder geval wat leuke kleurtjes in huis hebben.
Dus ik denk dat ze hier heel erg blij mee gaat zijn. Hoppa. Ta-ta-ta-ta. Ik wist het. Oh mijn god. Yes, eindelijk! Hey. Oh, dat is lief. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft, schatje. Ze zijn ook echt mooi. Heel lief. Dankjewel. Zelf uitgekozen. Is dat zo? Nee. Wie dan? De bloemist. Ja, jij zei gewoon, ik moet een mooie bosbloem hebben. Ik zei, ik wil gewoon hele mooie, leuke, vrolijke kleuren in huis. Nou, dat is... Want zo is mijn vriendin ook. Nou, wat lief. Toen viel ze eerst flauw, de bloemist. Toen kwam ze bij en zei ze, oh, wat een mooie woorden. En toen maakte ze dit boeket. Oh, dat is echt lief. Ik ga meteen even in water zetten. Ja, ik heb nog meer. Dankjewel. Je dag is nog niet voorbij. Ik heb ook nog wat voor jou, hè? Oeh. Wacht even. Ho, ho, ho. Oh, maar ik wil even een vaas pakken. Dat mag niet. Kijk eens wat ik hier nog even heb. Oeh. Ga jij maar even zitten, mevrouw. Kijk eens. Het zijn gewoon kleine geitjes, hè? Oké. Maar het is gewoon eventjes leuk. Ben je naar de speelgoedwinkel geweest? Nee, maak maar open. Je begint met die. Ja. Oh, die is kapot. Ah, oh, wow, heeft iemand dit gemaakt? Oh, die viel net kapot dan. Toen ik de trap opliep, liet ik eentje vallen. Zijn handjes zijn eruit. Maar ja, anders waren ze ook gesmolten. Ah, oh, zo sneu. Kijk hem nou. Kijk hoe zielig die is. Ja, dit zijn zijn handjes. Zijn handjes zijn eraf. Hij is wel echt cute. Oké, okay, nou, dat was eentje in ieder geval. Dan ga ik deze overmaken. Oh, ik dacht dat het een drol was. Maar die is ook schattig. Die vond ik echt heel erg leuk. Een eekhoorntje. Dit is niet zomaar een eekhoorntje. Hij heeft iets vast. Een eikel? Ja, voor de winter. Want ja. die moeten natuurlijk nu zijn eten verzamelen. Want in de winter dan moeten ze vol genoeg die zitten. Die hoort eigenlijk in zijn wang te zitten. Ja, maar dit is voordat hij hem in zijn wang doet. Ja, en hij heeft al heel veel op, hè? Want dat is een beetje een dik eekhoorntje. Ja, dat is wel waar, ja. Ik vond hem zo schattig. Ja, dat is wel cute. Het is vast wel leuk om op een schaaltje te zetten en aan te steken. Ja, met van die chocolaatjes erbij. Oeh. Waar heb ik dit aan te danken? Ik ben helemaal niet jarig. Ja, ik vind het gewoon leuk. De minietjes! Ja, ik vond het zo leuk, die eekhoorn. Geniaal. Die moeten we dan op één dus ding zetten. Oké, okay, misschien heb ik dit ook wel een beetje voor mezelf gekocht. Maar ik vond het leuk om mij mee te geven. Kijk nou hoe leuk! Zo schattig. Die zijn echt leuk. Die horen bij die grote. Ja. Kleine en grote. Dat is leuk, hè? Heel cute. Zie je, die heeft dan een klein eikeltje vast. Ja. Schattig. Die gaan we vanavond aansteken. Ja, toch? Ja. En nu de big surprise. Ja, de grootste. Oh mijn god, ik had het al bijna... hoe zeg je dat? Verklapt. Ja. Want ik zag onze oude overwand in de prullenbak liggen. Ik zeg zo tegen hem... Waarom heb je dat weggegooid? En toen zei schatje, rustig nou maar. Toen dacht ik al van, oké. Maar nu snap ik het, hè. Dan hebben we nieuwe overwanten. Dat is fijn, hè. Je had je een paar keer verbrand ook. Dus die, en die waren kort. En deze ja, zijn heel lang. Ja, deze zijn wel heel lang, ja. Bijna tot aan je elleboog. Hele goeie. Ik ben heel blij mee. En deze zijn ook zwart. Die andere waren rood. En die andere waren heel vies. Ik heb er even een foto van gemaakt. Check kijkers. Hij was heel vies. En deze zijn gloednieuw en zwart. Dus past beter. Nice, hè? Ja, lief. Dankjewel. Alsjeblieft, schatje. Ja, die gaan we vaak gebruiken. Ik gebruik ook vaak overwanten. Daarom zijn ze ook zo vies. Want dan pak ik gewoon iets uit de oven wat eten is. En dan wordt het vies. Klopt. Nou, dan gaan we deze leuke dingetjes even verspreiden. Want hier zit al zo'n onderkantje. Dus die kunnen we gewoon aansteken. En dan komt al dat spul hierin. Ja. Maar deze en die spook, die zijn handjes gebroken zijn, die moeten we even op een schaaltje leggen. En dan kunnen we die ook aansteken in de avond. Wil je jouw ook zien? Ja, is helemaal goed. Dus gisteren bij de oliebollenkraam gehaald. En toen zei je, oh, heb je oliebollen gehaald? Ja. Nee, ik heb iets anders gehaald. Oké, okay, laten we kijken, dames en heren. Wat zit hierin? Even checken, hoor. Ik ben benieuwd of jij weet wat het is. Huh? Een croissantje. Heb je dit nog niet gezien op TikTok? Nee. Echt niet? Nee, ik heb geen idee. Het lijkt op een soort van croissantje met van dat spul aan de binnenkant. Hoe heet dat spul? Zo'n soort roomvullingsspul. Weet je hoe ze... Weet je, het is een kruising tussen een tompoes en een croissant. Hoe noemen ze het, denk je? Het is echt een zieke hype dat iedereen dit gaat proberen. En ik zag ze liggen. Word je het toch niet gezien? Nee. Wow, ja, jouw TikTok is ook zo anders dan mijn. Klopt. Als ooit iemand tegen je zegt... Oh, jij hebt het niet gezien op TikTok? Maakt niet uit. Relaxed.
voel geen FOMO. Nee, nee, nee. Voel geen FOMO. Voel geen druk van ik moet op social media dingen zien. Ik moet meer op TikTok. Want blijkbaar heb ik iets gemist. Ik heb geen idee. Maar dan kom ik er nu dus achter. Ja. Er zit dus iets van room hierin. Het is een kruising tussen een tompoes en een croissant. Hoe, ja, denk dus je dat heet? Ja, hoe noem je dat? Een croissant en een tompoes. Een krompoes. Is dat echt zo? Ja, het is een krompoes. Als ik dat kan verzinnen, dames en heren, dan is het wel heel simpel. Een krompoes. Ja, en echt, iedereen is er helemaal fan van. Mensen maken dit thuis. Er is een bakkerij, volgens mij, die heeft het verzonnen. Oké. Okay. Nou, het gaat als warme broodjes over de toon. Maar jij hebt het dus niet bij die bakkerij gekocht? Nee, maar wel bij de oliebollenkraam. Dus het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Wat? Oké, okay. Ja, dus nou, dan ga ik een hapje nemen. Ligt het overal. Wow, dat is bizar. Dat neemt er blijkbaar Nederland over. Ja. Oké. Okay. Dus nou, ik ben echt benieuwd. Even taste test. Ik ben, ja, ik heb ook niet geproefd. Het lijkt wel alsof je het makkelijker kan eten dan een tompoes. Ja, de room gaat er niet aan alle kanten uit. En omdat die koud is en uit de koelkast komt, kruimelt hij ook niet zo van de croissant. Nee, ik denk wel dat we eigenlijk gisteren al moeten eten, want de croissant is wel altijd het lekkerst op de dag zelf, vind ik. Ja. Maar goed, we kunnen in ieder geval even het idee proeven, hè? Ja. Nou, je vindt het volgens mij wel lekker. Even heel lekker. Mag ik een hapje van jou? Ja. Mmm, die geur alleen al van het glazuur. Maar ik vind het een goeie hoor. Ja, geinig. Krompoes, de naam weet ik niet helemaal. Maar... Oh, dat jij goed had gewoon in één keer. Ja, ik dacht je moet ze aan elkaar maken, krompoes. Alsof het nog niet genoeg geregend had vandaag. Beginnen we heel hard te regenen, ja. Maar goed. Lekker, hè? Ja, heel lekker. Ja. Dankjewel, schat. Alsjeblieft, jij ook bedankt. Echt lieve cadeautjes. Nou, geen probleem. We gaan de spullen pakken, bloemen even in de vaas zetten en dan gaan we er vandoor en we nemen jullie weer gezellig mee. Zo dames en heren, daar zijn we dan in Heerenveen. We gaan kijken bij het schaatsen. We gaan natuurlijk even Team Jumbo-Visma aanmoedigen. En we gaan ook Romé aanmoedigen. Myron, die is sponsor van Romé, dus dat is wel echt super tof. En zij moet ook schaatsen en dan staat er op haar pak KP Active. Super cool. Myron die heeft altijd geschaatst met Romé en nu sponsort Myron Romé. Fucking vet. Heel cool. Dus zijn we Tialf en laten we snel naar binnen gaan. Dan kunnen we nog even de 500 meter kijken. 1500 meter. Kijk eens. Ready. Oeh, vals. Ready. Iemand zei kom op, Stefan. Denk je dat haar filmpje gelukt is? Je had het ook door, hè? Altijd zo, ja. Dat stiekem filmen, toch? Oké, okay, go to the start. Nu moeten we stil zijn. Komt ie, kom op, Kai, kom op, Kai. Alweer vals. Wow, dus dat is de tweede keer in vier... Dat gebeurt heel vaak. Ja. Al helemaal bij zo'n belangrijke wedstrijd. Kom op Kai, jongen. Om even wat lekkers te gaan eten. En wat hebben wij hier voorgeschoteld gekregen? Hutspot. Oh, lekker even wat hutspot. Even genieten. Nou, proost schatje. Cheers. Op avondje schatje. Ja, op Romé. Op Romé, oeh. Oh, lekker man. Dat is echt niet, denk ik. Ja? Ga nu rijden.
dat is Romee, dames en heren, die schaats daar. Kijk, die is nu aan het inschaatsen. En straks voor het echi. Weet je waar me dit muziekje aan moet denken? Vikings. Nee, Star Wars. Echt? Ja, hoor dan. Ik heb nooit Star Wars. Wat is dit ook voor zenuwslopende muziek, joh? Nou, het is in ieder geval wel heel erg leuk om weer hier eventjes lekker in Heerenveen te zijn. En het is lekker koud hier altijd. Lekker fris. Heerlijk. Oké. Ik moet nu heel stil zijn, maar daar is Romee. Let's go, let's go, let's go, let's go. Een soort Michael Jackson muziekje op, let's go. Toen, 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 toen. De 326. Kijk, er staat gewoon een nummer 1 bij, hoor. Daar staat gewoon een nummer 1 bij, dames en heren. Kijk hoe hard ze schaatsen, bijna 50 km per uur. Ben je tevreden? Vooral heel trots. Ja, echt leuk. Ze is kapot. Lekker omheen! Kijk, daar hebben we de topper, daar hebben we Jack. Shots te maken. Nu zit ze hier. Wat? Ze zit gewoon naast ons. Nee, maar superleuk. Romee heeft super goed gedaan. We zijn super trots. Dus lekker bezig. Ja, en oh ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat vanochtend om 10 uur werd je pas gebeld van je mag rijden. Dus daarom extra leuk dat we hier nu zijn en dat Romee kan rijden. We zijn super trots. Let's go Kai, let's go Kai. Boom jongen. Kom op, Serge. Staan ze, dames en heren. 19 dames op het ijs. Dit wordt een bijzondere start, hoor. Heb je dit ooit gezien?
Wat? Is dit de start? Is dit de start? Dit meen je niet. Huh? Wat doen ze? Knallen, kom op! Schaatsen, let's go! Waar wacht je op? 16 rondjes is veel, hè? Ja joh, gewoon gaan toch? Ja, het is een beetje tactisch. Huh? Wat? Huh? Ik ben zo in de war. Waarom gaat ze? We gaan een beetje kijken naar wie wat gaat doen. Oh, dit is tactisch schaatsen, ik snap het. Oh, ik dacht... Ze starten en ze... Hè? Ik dacht Formule 1 vol gas. Ja, ik dacht meteen... Maar dit is tactisch schaatsen blijkbaar. Oké. Dat is nieuw voor mij. Kijk, daar komen ze in een treintje. Daar is het startschot. En we gaan los. Let's go, we gaan los. Zal de camera zien? Daar komen we in de kamer. Kom op. Van achteruit. Ja hoor, de eerste versnelling is gemaakt. De gele helm. Geen gele trui, maar gele helm. Nou, ze zijn nu al los van elkaar. Wat zijn zij aan het doen? Maar nu is het echt wel een groot verschil, hè, zoals jullie kunnen zien, dames en heren. Want je hebt hier vier dames aan kop. Kijk deze. En de rest die komt daar pas. Kijk, het gat wordt al kleiner, zoals jullie zien, dames en heren. Het gat wordt al kleiner en ze moeten nog drie rondjes. Kijk dan. Hoppa, let's go, let's go. Er is iemand los. Er is iemand los. Oi yo, ik ben helemaal hyped. Dit is nice. Kijk dan. Hoppa. Die denkt ik ga helemaal solo YOLO. Hoppakee, zet hem op. Woo. Maar nu komt het hoor, nu komt het. De rest moet ook aanzetten. Kom op. Kom op. Oi yo, ik vind het gewoon spannend om te kijken joh. Ja, echt leuk. Sneller. Oh, ze ligt echt dik voorop, ze moet nog één rondje. Oh my god, kijk dan. Daar gaan ze, daar gaan ze. Kijk dan, kijk dan. De solo YOLO is wat? Irene is tweede. Wow, die ene die helemaal solo ging, die heeft gewonnen ook gewoon nog. Sick! Wow, dit was super nice! Dit was zo vet! Ja, dit vond ik echt leuk om te zien. Wow, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik wil dat ook een keer zien van een mannen, zo'n massastart. Dat lijkt me ook echt super indrukwekkend. Heel vet, dit was nice. Mooie afsluiter. Yes! Lekker milkshake halen! Ja. Zo, dames en heren. Ik heb weer een vape gekregen. Twee stuks maar liefst. En ik heb even een fotootje hier als bewijs dat ik hem even een tientje heb gegeven. Dus we hebben weer twee van deze giftige boys te pakken. Dus nou, we hopen dat hij het volhoudt en dat hij stopt. Hij zei van wel, alleen maar motivatie. Dus ik zei, laten we even een selfie maken om anderen te motiveren. Dus helemaal top. Het was leuk. Ja. Ik vond het echt gezellig. Ik ook. Echt een leuk avondje uit zo. Zeker. Hallo. Schattig. Die zat echt zo te kijken, hè? Ja, die dacht, wat is dat voor rode kerstbalauto? Ja. Nee, ik heb genoten. Was echt super gezellig. Leuk avondje uit. Was wel even een stukje rijden, Heerenveen. Uh-huh. Maar dat hebben we ervoor over. Nu weer anderhalf uur naar huis. Ja. Dus, let's go. En daar zijn ze dan. De lekkere milkshakes. Oei, oei, oei. En dat is niet de enige hoor. We hebben ook wel even lekker wat gegeten nog. Ja, zeker. Lekkere chicken tenders. En die hutspot was heel lekker, maar was niet voldoende. Nee, we hadden niks gegeten nog vandaag. Tenminste, wel geluncht, maar geen avondeten. Dat was het enige bakje wat we aten. Oh, maar die milkshake gaat er wel goed in. Zo, maar de laatste keer dat wij milkshake gingen halen, zei jij tegen mij dat jij altijd vanille neemt. Een van mijn favorieten. Medium milkshake vanille. Kleine milkshake aardbei. Oh, nice. Aardbei is toch veel lekkerder, man. Ik weet niet, ik heb wel... Nee, tuurlijk mag je niet proeven. Je zegt eerst belachelijk maken en aardbei en nu wil je proeven. Ik heb die al heel lang niet meer gehad, dus misschien vind ik hem ook wel lekkerder. Oh, oké. Nu heb ik banaan. Ja. Ik hoorde jou banaan bestellen, dacht ik, hè? Ja, daar ja, had ik opeens zin in. Ja. Ik zag het staan. Dus. Lekker voor de afwisseling, hè? Toch nog een beetje gezond. Ik heb aardbei. Ja, dan maak je jezelf mooi bij. Ja, dan hebben we toch een goede fruit weer binnen. Nou, geniet ervan, schat. Dat ga ik doen. We moeten nog 40 minuten rijden. Heerlijk, nou dan is je wel. Zo, dames en heren. We zijn lekker thuisgekomen. Meteen in bedje geknald. Want het is 11:30 in de avond. Dus ja. Het is tijd om meteen even lekker te slapen.
Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!